Ja, hier. En meneer Groot, dat is een verzamelaar met een wereldberoemde verzameling, althans onder de liefhebbers. En wat het is, dat moet u zelf maar meemaken. Dus reden te meer om even te blijven kijken. Ik kan me voorstellen met zo'n huis. Hallo, dag Reinder. Hallo, hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, prima. Heeft u er een beetje zin in dit gesprek? Ik heb er altijd zin in. Ja? Ik heb me geestelijk al helemaal proberen voor te bereiden. Ik hoop dat dat gelukt is. Ja, ik hoop het ook. Nou, brand los. Want, nou, u heeft, mag ik het zeggen of zegt ja, u het zelf? Ja, begin maar. U heeft een prachtige verzameling van allerlei bakkelieten dingen. Toch? Juist. En bakkeliet, dat is een beetje het eerste kunststof wat er ooit op de markt was. Niet het eerste, maar wel een hele vroege. Een van de eerste, ja. Wat heeft u allemaal dan wel niet? Ja, begonnen ooit met fototoestellen, omdat dat mijn eigenlijke werk is. Was, een beetje is, was. En ja, verder is er nou van alles gekomen. Speelgoed, televisies, radio's, luidsprekers, medisch gereedschap. Ja, bedenk het maar, stofzuigers, wat er... Wat vindt u dan zo fascinerend aan het bakkeliet? Nou, het is een materiaal, een grondstof, waar alles van gemaakt kan worden. Bijna alles. Een vliegtuig, niet echt, maar speelgoed daar bijvoorbeeld. Je kunt daar zoveel verschillende dingen van maken dat het schier onuitputtelijk is. En dat is tussen 1900 en 1910 ongeveer is dat uitgevonden. Maar dat lijkt me best wel lastig voor een verzamelaar dat alles ervan te maken is. Dus een... Wil je alles hebben? Ja, toch? En dat bent u nooit uitverzameld? Nee, ik ben voorlopig niet uitverzameld, maar we hebben heel veel. En, het is wel zo dat ik natuurlijk niet weet wat er allemaal van gemaakt is. Nee. Dus alles wat ik nooit gezien heb en waarvan ik het bestaan niet weet, dat is natuurlijk de verrassing. Als ik daar iets tegenkom wat ik leuk genoeg vind en wat in goede staat is en wat ik kan betalen, dan... zou ik het willen hebben. Ja, ik ben nou wel heel nieuwsgierig allemaal. En bakkeliet, dat is uitgevonden door meneer Bakkeliet? Meneer Leo Henricus Arthur Bakeland. Bakeland, dat lijkt wel een beetje op. Bakeland is, hij heeft het ook genoemd naar zijn eigen naam. Het is een Belg, Vlaming. Hij is in Gent geboren en vertrokken later naar de Verenigde Staten. En daar is hij een fotografisch papier gaan uitvinden. En dat ging zo goed dat George Eastman van Kodak dat met leden ogen aanzag. En, want die was er ook mee bezig. Dus het was concurrent eigenlijk. En die is hem toen uitgenodigd om zaken te doen en te praten over de overname. En zijn patenten en zijn uitvindingen en zijn fabriekje, dat is verkocht aan Kodak. Voor een behoorlijk groot bedrag. En van dat geld heeft hij een laboratorium is hij gaan inrichten. En is hij aan onderzoek gaan werken om dit uit te vinden. Zo is het ongeveer. Gewoon een notendop. En dat is dit een beetje het resultaat van. Wat zien we hier allemaal? Wat vindt u zelf nou iets waarvan u zegt, hier kan ik me iedere dag nog over verbazen. Over de schoonheid van dit ontwerp. Ik blijf dit elke dag leuk vinden. En soms zetten we hier wat neer, zoals nu. Maar soms is het ook weer een 2 weken of 3 weken leeg. En dan komt er weer wat anders. Dit zijn dingen die ook zo van één basismateriaal gemaakt zijn, maar zo uiteenlopend van aard, dat het weer illustreert hoe bijzonder het is. Nou, de auto's, speelgoed is altijd zeldzaam, omdat dat wordt door kinderen vaak stuk gemaakt. En als ze ouder worden, wordt het niet meer gebruikt, weggegooid enzovoort. Dus als je het vindt in goede conditie, is het redelijk zeldzaam. Nou, dit is een auto. Die is in rond 1930, 31, meen ik uit mijn hoofd, gemaakt voor een Engelsman, een hele rijke meneer die in Amerika een snelheidsrecord wilde halen. En daar zit een soort vliegtuigmotor in, ik weet niet de details. Er wordt gezegd dat er in die zijkanten ijs zit om het te koelen. En daar heeft hij voor die tijd heeft hij daar hele records mee gebroken. En daarna is dat in Engeland als speelgoed op de markt gebracht. En dat is Tsjechoslowaaks, dat is Oost-Duits, uit de jaren 60 nog, de brandweerauto. En wat is dit? Dit is een asbak. Mm-hmm. En die is ontworpen door iemand die heel veel rookte. En dat is een mevrouw, Anna Castelli Ferrieri. Ja. Daar kon je dus eind jaren 70, iedereen kon eerst een sigaretje opleggen en het daarin uitmaken. Maar dat is zo'n mooi voorbeeld van industriële vormgeving, hoe dat gemaakt is. En dat komt uit Italië. Zij heeft er ook een prijs mee gewonnen. Ik heb een hele korte verrassing. Ja, korte verrassing. 8,50, 51. Nou. Radio van Philip Stark. Ja, ook een beauty. En deze is ook een foto. Moet ik naar boven gaan. Geweldig.
Als hij vol was, zou ik je wat inschenken. Wauw. Amerikaans. Veel mooier dan alle prularia die vandaag de dag op de, dag, op de markt wordt geslingerd. IKEA's, ik mag het niet zo zeggen, misschien syndroom, dat is goedkoop. En als je iets koopt en je loopt de winkel uit, is het dan niks meer waard. Deel van de koffie- en thee-afdeling. Nou, weegschaal, elektrische kachel, luidsprekers. Het is echt een museum. Het is echt geweldig. Ik vind deze ook fijn. Dit is een... Doet hij het? Dit is een... ziet er vreselijk uit. Maar het is voor kinderen. Hier zit een veer in met een rubbering. Gaat een pingpongballetje in. En dan als een soort fietspomp pop je dat balletje eruit. En dan kunnen ze spelen. Geweldig. Reinert, ontzettend veel dank. Ja, we kunnen eindeloos doorpraten hierover. Dit had ik graag gedaan. Ja, graag. We komen graag nog een keer terug. Kijk, Bakker niet de telefoon. Die gebruikt mijn moeder nog, omdat die is nog van die fijne... Dit is een oude... Het lijkt wel een jukebox, maar het is gewoon een televisie. Nou ja, gewoon. Een beetje ongewoon. Maar toen was het gewoon Amerikaans, na de oorlog net. Maar als we deze nu op Marktplaats willen kopen, hoeveel zijn we dan kwijt? Er staat niet op Marktplaats, denk ik. Nou, een paar honderd euro, misschien. Misschien 1000, misschien 2000, misschien 700. Ik weet het niet. Okay. Ik weet het niet. Nou, Rijn, het is fantastisch om hier te zijn. En tot slot, bent u een beetje gelukkig hier op de Transvaalkade? We wonen hier bijzonder naar wens. Ja? Ja? Een cijfer? Een cijfer, nou... 9 zeker. Soms zijn er wat kleine ongemakjes in de buurt en die lossen zich ook wel op. Ja, ik woon hier al zo lang. Het gaat allemaal heel goed. Dat begrijp ik. Reinert, heel veel dank. En sorry dat het misschien niet zo uitgebreid was. Maar ja, dat hoort er ook weer een beetje bij. En nu toch komt u een beetje proeven. Het was een soort appetizer van alles wat het bakkeliet wel niet in zijn mars heeft.